Nou, welkom. Ik was in eerste instantie de eerste spreker, ben ik de tweede. Dat kwam omdat ik mijn planning niet zo goed op orde had. Dus in blauwe termen ben ik volgens mij niet zo sterk. Nu klopt dat ook wel. Excuus. Ik ben blij dat ik er ben. Ik ben ook blij dat ik weer een verhaal met jullie mag houden. Ik denk dat het een jaar of twee geleden was. Heb ik ook iets verteld over cultuur. Misschien dat sommigen van jullie daar ook bij waren en dat hebben meegemaakt. Het is leuk dat André mij weer belde en zei, oh, wil je iets vertellen? En ik kreeg een opdracht mee. Het moest in eerste instantie iets gaan over volwassenheidsniveaus in organisatie en hoe dat verschilt. En een heel mooi tekstje dat op jullie site staat. Dat ondanks allerlei sappere incidenten de boodschap niet landt. Dus dat ik maar even aanhouden, de boodschap landt niet. En de organisatie wil niet. Dus deze veel niet. Het heeft iets met de cultuuraspecten te maken die belangrijk zijn bij het laten landen van de informatiebeveiligingsboodschap. Dus daar ga ik het over hebben. Dus, dat lijkt me leuk. Ja, mijn collega die heeft dat heel goed samengevat. Ja, prachtig. Trek aan het dode paard, ja, dat lijkt me sowieso ook zinloos. Want een levend paard trekken lijkt me sowieso ook zinloos. Maar we hebben niet zoveel met paarden, dat kan ook niet te maken hebben. Met slagen, ja, misschien wel. Boodschap, ik heb 3 kwartier. Ik denk dat ik die wel volmaak als ik mezelf ken. Wat ik in ieder geval voorhand jullie mee wil geven, wat mijn kern is van mijn betoog, is als het gaat over land de boodschap, want dat vind ik mooi. Ik denk persoonlijk dat een boodschap landt als je aansluit bij drijfveren van mensen. En om alvast een voorspreekje te nemen, drijfveren van mensen bepalen het gedrag van mensen. Dus gedrag is een uiterlijke kant, we hebben ook een innerlijke kant, dat heb ik al mooi gezegd. Drijfveren van mensen bepalen het gedrag. Of met een mooie woord, waarden van mensen sturen het gedrag. Of waarden zijn de richtinggevende criteria voor gedrag. Nou, zo hebben we allerlei definities die jullie misschien wel kennen. Maar ik wil jullie graag een beetje meenemen in de wereld van drijfveren van mensen. Kunnen we daar iets over zeggen? Kunnen we daar een bepaalde vorm van herkenning aan krijgen? Ken je je eigen drijfveren? En hoe ga je om met gedrag van mensen dat voorkomt uit bepaalde drijfveren? Daar is al best veel over nagedacht, dat scheelt. Dus, druk op de knop. Kijk, dat is heel mooi. Ik baseer me hierbij op het Spiral Dynamics model. Ik weet niet, misschien dat sommigen van jullie het model kennen. In de jaren 50 was er een Amerikaanse hoogleraar, die heette Claire Graves. En die was gefascineerd door 1 vraag. En zijn vraag was, wat drijft nu echt het gedrag van mensen? Wat drijft echt het gedrag van mensen? Fascinerende vraag, vond hij ook. Daar heeft hij 30 jaar van zijn leven aan besteed. En daar heeft hij fundamenteel onderzoek naar gedaan. Hij heeft er een boek over geschreven, ik zou het niet aanraden, want hij is vrij wetenschappelijk. 2 leerlingen van hem, Chris Cohen en Don Beck, die hebben zijn gedachten opgepakt, hebben het Spiral Dynamics genoemd, dat Beck wat lekkerder, en die hebben er een plaatje bij gemaakt, want dat doet het ook altijd goed. Dus dit is het plaatje van Spiral Dynamics, en laten we even beginnen met een wat mooie omschrijving. Wat is Spiral Dynamics? Het is een conceptueel raamwerk om de verschillende stadia te begrijpen waar langs individuen en sociale systemen zich ontwikkelen als ze zich aanpassen aan de leefomstandigheden. Kort gezegd, waar komt het op neer? Wat Graves ontdekte, is wij zijn als mensen ooit op de aarde gekomen. Dan liepen we rond in berenvel en dan holden we wat klankend kreten uitstotend holden we over de aardkloot. En dat ging een tijdje zo voort. En toen denken we, goh, we kunnen ons beter gaan organiseren. Toen gingen we stammen vormen. Dat is een vorm van plan misschien wel, een beetje. We gingen structuur aanbrengen, want dan kon je beter jagen, kon je elkaar beschermen. Toen dat niet meer werkte, gingen we ook ineens zeggen van ja, we zijn ook zo afhankelijk van al die goden en al het onheil. Dus we gaan gewoon de wereld in, de beuk erin. En toen ontstonden de koninkrijken, de strijdkrachten, dat soort verhaal. Kortom, als je kijkt naar de ontwikkeling van ons, als je kijkt naar de ontwikkeling van samenleving, zie je groei, zie je een natuurlijke groei. We blijven niet hetzelfde, omdat ik niet meer zo rondloop. Maar we blijven ook ergens in ons lijf, in onze waarden, blijven we niet hetzelfde. Dat is grappig. Dus er verandert iets. He, dan heb ik het ook over verandering. Er verandert iets, maar ik heb nog niet gezegd wie er iets veranderd of hoe gestuurd. Want er is een soort natuurlijke verandering. Er is een soort evolutie van het menselijk bewustzijn, wat Graves zei. En hij ontdekte dat bepaalde omstandigheden in jouw omgeving, van organisatie of als mens, of als cultuur, hij heeft onderzoek gedaan over culturen, dat als die leefomstandigheden wijzigen, dat je je ook aan moet passen als mens. Niet alleen fysiek, maar ook biopsychosociaal, zoals hij dat noemt. Dus we hebben een soort biologisch DNA en hij zegt, je hebt een soort biopsychosociaal DNA. Dat bepaalt hoe jij denkt. Dat bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Of je kijkt naar de wereld en je zegt, ik zie de wereld
als één groot chaotisch geheel dat geordend moet worden. Dus ik ga plannen maken, procedures, wet weten, dat is namelijk nodig, want dan heb je structuur, orde, zekerheid. En als we geen structuur, orde, zekerheid hebben, dan gaan we naar de kloof. Nou, dat is ook wel eens gebeurd, dat heeft ze nut gehad. Dus het is eigenlijk een soort wereldbeeld. Het is een model dat zegt, er is een bepaalde evolutie. Dat even als context. Als je er iets over leest, is fascinerend, vind ik zelf, moet je vooral doen. Tot op heden zijn er 8, eigenlijk 9 waardesystemen bekend, die herkenbaar zijn in mensen, in culturen of in organisaties. Ik ga er 3 van uitpikken, die ga ik kort even proeven met jullie. Ja? Ik heb er 3 gepakt die we het meest zien voorkomen in de Nederlandse samenleving. Dat is de blauwe kleur, dat is de oranje kleur en dat is de groene kleur. Ik zal er straks iets meer over zeggen. De oranje kleur is nog steeds, nipt zeg maar, het meest dominante waardesysteem wat we kunnen ontdekken in de Nederlandse cultuur. En ook het meest dominante waardesysteem, op de voet gevolgd door het blauwe waardesysteem, wat we in organisaties zien. Dus, ja, goed, dat dacht ik wel, dat iemand dat zou vragen. Ja, die kleur, je hebt heel veel kleuren, maar al die kleuren van insight zijn gebaseerd op Jungiaanse theorie. Je zult zien als ik straks dingen toelicht, dat ik termen gebruik die op elkaar lijken. Dus bij blauw, ik noemde het al even, heb ik het ook over ordestructuur. Wat ik een belangrijk verschil vind, dus dank je voor de vraag, is dat Spiral Dynamics niet iets is die zegt van jij bent een blauw mens. Die zegt iets over het waardesysteem. En dat is wel belangrijk, want jij bent niet blauw, maar je denkt wel op een bepaalde manier. En dat komt ergens uit voort. Dat is 1. Het andere verschil is dat deze kleuren eigenlijk niet naast elkaar staan, maar dat zie je ook aan die vorm van die spiraal, die tijd uit, hè? Die wordt breder. En hij zegt, er is een hiërarchie in die systemen. Die systemen volgen elkaar op naarmate de omgeving complexer wordt. Je ziet dat ook in de samenleving nu gebeuren. Naarmate de omgeving complexer wordt, heb je een andere manier van kijken, een andere manier van overtuiging nodig. Anders kan je de problemen niet tackelen waar we voor staan. Dus het waardesysteem bouwt voort op elkaar. En zoals hij zo mooi zegt, het bovenliggende waardesysteem omvat het onderliggende waardesysteem. Dus alle verworvenheden en denkbeelden die je hebt op enig moment, als je doorgroeit, of organisaties doorgroeien naar een ander waardesysteem, hebben ze nog steeds wat ze hadden, maar krijgen ze er iets bij. Dus het is een soort hiërarchie erin zit. Je zal straks aan het eind ook zien, dat, en dat heeft ook met jullie te maken, ook met organisaties, als je bijvoorbeeld land de boodschap bij, op een bepaald, vanuit een bepaald groen waardesysteem, het gedrag wat daarbij past, probeert te infiniëren in een organisatie waar heel veel blauw waardesysteem zit, dat ze het niet zullen begrijpen, omdat de complexiteit van het waardesysteem kleiner is. Dan gaan ze je aankijken en denken van, nou, dat zal wel, ik weet niet wat hij zegt. Dat past letterlijk niet in hun beeld van de wereld. Dus je heel goed om dat te realiseren. Dus het zijn geen gelijkwaardige kleuren. Het zijn er geen kleuren die zeggen, iemand is een kleur. Nee, die kleuren zijn bedoeld om makkelijker te snappen met welk waardesysteem je te dealen hebt. Er zijn ook veel overeenkomsten. Het is niet zo dat er in een organisatie één waardesysteem is. Je zult verschillende waardesystemen hebben. Nou, een mooi voorbeeld, wat jij ook al zei. Bijvoorbeeld op een boekhouding zul je van nature veel blauw waardesysteem aantreffen. En dat is ook wel prettig, zeg maar. Hè? Want je hebt het wel nodig. Ook heb je al die waardesystemen nodig. Het is ook niet zo dat het één beter is of het ander. Je zegt van, nou, ik wil groen zijn. Want dat vind ik het mooiste. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of je ook in een organisatie een waardesysteem hebt wat kan dealen met de problemen en uitdagingen waar je mee van doen hebt. Dat is voor veranderkundigen heel belangrijk. Aansluiten bij het waardesysteem, het begrijpen van de drijfveer, het begrijpen van het gedrag en van daaruit adapteren en kijken wat goed is op dat moment. Adviseurs, en ik ben er ook één van, hebben vaak de neiging om een beetje vanuit oranje-groene waardesystemen te infiniëren met de U-curves en weet ik veel, INK-modellen en dat soort zaken. Nou, dat kan heel nuttig zijn. Maar misschien past het wel niet bij de organisatie. Dus weet je eigen waardesysteem, weet je welk stadium van de organisatie je bent en weet wat je wilt bereiken. Dat is heel belangrijk. Is dat een beetje antwoord op jouw vraag, André? Dat is mooi. Even kijken wat we nu krijgen. Ah, veel dingen heb ik al gezegd, dus dan mag je nog even rustig doorgaan. Je krijgt inzicht in de drijfveren. Daar gaan we even aan proeven. Je kan ook zien welke leiderschapstijl. Nou, dat gaf je ook al wat aan. Wat past het best bij een bepaald waardesysteem? Hoe gaan mensen met verandering bij voorkeur om? Nou, kan ik wel zeggen, kunnen worden gezien als een beeld van de wereld, waar mensen denken van dit is goed, dit is slecht, of zo hoort het. Hè? En dat zie je terug in gedrag, maar daar zitten dingen onder, komen duidelijk aan. En heel belangrijk, waardesystemen kunnen zowel positief als negatief zijn. Elk waardesysteem is op een gegeven moment in een bepaalde omstandigheid is het op. En dan moet je eigenlijk opschalen dan wel een hoger waardesysteem. En vaak geeft dat chaos en onrust, want ja, dan ga je iets doen wat niet vertrouwd is, je kent dat. Hè? Dat blijft hangen, dat is natuur, je komt buiten je comfortzone.
En vaak zie je dat het dan neveneffecten heeft. Bijvoorbeeld, laten we het even over het blauwe weer hebben. Dat je ziet, het wordt stroperig, het wordt starrer, het wordt bureaucratisch. En we moeten er eerst over nadenken. We moeten eerst een plan maken. Want hoe kunnen we anders in godsnaam die concurrent te lijf gaan? Als we niet goed hebben nagedacht. En dan blijft het hangen. Als het innovatief moet zijn, dan gaat het niet werken. Nou, die manifestatie van die waardesystemen kun je onderscheiden. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het niet hebben over transities naar andere waardesystemen en interventies. Dat gaat te ver. We gaan het hebben over welk gedrag is waarneembaar in systemen en wat betekent dat wat je daarmee kan doen. Dat is al heel waardevol, realiseer ik. Maar er zijn er misschien nog meer vragen of opmerkingen. Andere kwek, hoe doe je dat zo mooi kwekken? Kwekken. Ja, ik ben geen Nederlander. Ik zit er wel even in. Hebben we nog eens te kwerken? Het valt op dat je hebt ook management drives en die maakt ook gebruik van dezelfde kleuren. Klopt. Maar dat is dan wel echt inderdaad die typering. Klopt, management drive is gebaseerd op spiral-analytics. Het is alleen wat, ja, ik zeg dat even zelf, dat is mijn mening hoor, mag je me doen wat je wilt. Het is platgeslagen spiral-analytics. Het wordt platgeslagen om te zeggen van nou, we kunnen mensen onderbieden in hokjes plaatsen en dat kan ook heel effectief zijn nou, als je snel een analyse wil doen. Echt, een spiral dynamics model gaat breder en daar zit meer theorie onder. Maar het menswedrijf is gebaseerd op spiral kleuren. Dus die kan je linken aan elkaar. Klopt. Ja? Ja? Ja, wat wil ik nou horen zeggen en wat ik zelf geloof, is dat je dit heel goed kunt inzetten als je goed bestaat in de kameleon te schrijven. Dus iets is de sensor wat er nodig is en dan wat te maken. Ja. Ja. Dus je moet hier ook zelf in staat zijn. Exact. En daar kom je weer op wat even aangeven, kom je bij het jezelf trend, hè? Bij wie ben ik zelf. Het is handig om van jezelf te weten wat jouw belangrijkste drijfveer of motivaties zijn of hoe jij naar de wereld kijkt. Hè? Welk waardesysteem in jouw systeem het meest dominant is. En het is ook, het is niet voor niets een hiërarchie in waardesystemen, nogmaals, dat is niet goed of slecht. Maar wat ik al zei, een bovenliggend waardesysteem kan de onderliggende waardesystemen aan. Dus stel dat ik een dominant goed waardesysteem heb, kan ik ook. Laat ik het dan toch maar even zo noemen, oranje denken. En kan ik ook omgaan met een blauw waardesysteem. Een blauw waardesysteem, in de kern vind ik het heel lastig om te kijken naar die groene waardesystemen en de gekke dingen die ze allemaal doen. Want dat is een chaos, dat is eindeloos gezeur. Er snapt er helemaal niks van. En waar is de baas dan die zegt hoe het moet? Ja, dat stelletje geitenwollen sokken, daar ga ik dus echt niet wat mee doen. En dat is niet omdat mensen niet willen, hè, want ze willen niet. Ja, dat zit niet in dat systeem, zit niet in dat wereldbeeld. Dat is het al. Ja? Dan moesten we het ook nog hebben over cultuur, hè? Oh ja, daar heb je het ook over gehad. God, dan doe ik even iets anders dan jij. Dat is wel mooi, hè? Dan gooi je er ook een modelletje tegenaan en nog een auteurtje. Ja, dat is leuk, man. Organisatiecultuur. 2 jaar geleden stond ik, ja niet hier, maar ook voor een groep van de PVB en heb iets gezegd over organisatiecultuur. En wat ik de belangrijkste boodschap die ik zei is, de grootste valkuil die je kunt hebben, is, ik hoop niet dat ik een sticker pas trek, is dat we zeggen, en dit is de cultuur. Familie, autocratie, weet je, we praten cultuur buiten ons, we plakken er een etiket op, we gaan er heel verstandige dingen over zeggen. Flauwkul. Als blauw waardesysteem mag dat niet, want je bent ouder dan ik, dus senioriteit moet ik me heel netjes houden. Dus eigenlijk kan dat vanuit het blauwe waardesysteem niet wat ik doe. Als oranje denk ik, wat ja, kill je, weet je, ik maak hier de blitzen, niet jij. En vanuit het groene waardesysteem, ja, ik moet even overleggen, is dit oké? Ik doe het niet om je te beschadigen, dat weet je, maar ik wil even iets aan toevoegen aan wat ze al weten, oké? Prima. Ja? Dus even, hoe is gedrag in verschillende waardesystemen? Hoe gaan we hiermee om? Je ziet hier denk ik, als je even kijkt, de link met het spiral-verhaal. Spiral is geen cultuurmodel, maar heeft wel veel met cultuur te maken. Omdat spiral zegt van, wij kijken naar de dieperliggende waarden, naar de overtuigingen van mensen, wat het gedrag stuurt. Nou, dat zie je in dit soort zaken ook. Zwiegaan zegt bijvoorbeeld cultuur is gestopt gedrag. Dat vinden we hier normaal, zo doen we dat hier met elkaar. Hè? Dan heb je aan het confirmeren. Ik denk dat dat een hele mooie omschrijving is. Dan heb ik nog even Edgar Schein en Gregory Bateson erbij gepakt. Die daar een gedrag mooi in een soort hiërarchie plaatsen, of in een lijstje plaatsen. En dan zie je eigenlijk bij beide, zie je dat gedrag ergens uit voortkomt. Nou, bij Bateson zie je dat mooi, daar zitten enerzijds zitten de vaardigheden achter die je gedrag bepalen, want ik moet wel iets kunnen doen, hè, kunnen. Maar er zitten vooral ook waarde en overtuigingen achter, hoe vind ik dat iets is en dat iets moet zijn. Wat maakt dat ik iets doe. Nou, en heeft het ook nog over identiteit. Dat heeft Spiral ook over, maar dat gaat me even te ver laten over ophouden, dat Spiral inzicht geeft in de basisveronderstellingen van groepen mensen of van mensen. En basisveronderstellingen drijven je gedrag. Gedrag is heel erg nuttig.
He, want dat kan je waarnemen. Dat kan je, in termen van genre zijn de artefacten. Wat zie je als je bij een organisatie binnenloopt, als jullie andere, bij je eigen organisatie, zie je dan kom je bij de deur en dan zie je gereserveerd voor directie. En dan kom je in een hal met een marmeren, een grote pilaren en zo'n enorme balie, weet je. Nou, dan krijg je een bepaald gevoel. He. Dat zijn artefacten. Dat zijn dingen die je kunt waarnemen, die je soms kunt vastpakken. Hoe word je te woord gestaan? Is het door zo'n hippe jongen op gymschoenen of is het door uit een mate formeel stukje medewerker? Het zijn allemaal artefacten. Die zeggen iets over hoe hoort het hier, over het gestolen gedrag. Maar laat je daar ook niet te veel door misleiden. Dat is ook wel de boodschap die ik in aanvulling van Peter nog wil geven. Want ik zal straks een voorbeeld geven, maar een oranje waardesysteem is uitermate goed in staat om allerlei taal te gebruiken waarvan zij vinden dat past nu perfect bij de situatie. En ik doe dit, want als ik dit doe, dan krijg ik het voor elkaar, dan score ik en dan ben ik binnen. Zeg niets over een onderliggende drijfveer, zeg wel over de vaardigheid waar ze wat mee kunnen doen. Dus wees ook voorzichtig met interpretatie van gedrag. Ja, dus even, discultuur. Spiral Dynamics, geen cultuurmodel, gaat wel in over de onderliggende basisveronderstellingen en de drijfveren. En daarmee haakt het ook prachtig aan op allerlei cultuurbeschrijvingen. Ja? Wat ik wil doen, is met jullie even kort door 3 waardesystemen lopen. Blauwe waardesystemen, oranje waardesystemen, groene waardesystemen. Om even een beetje gevoel te geven, het is wel een beetje een soort speeddaten. Een beetje gevoel te geven van, ja, wat is dat dan, dat blauwe waardesysteem? Wat is dat dan belangrijk, weet je wel? Blauwe waardesysteem, ik heb even de kracht van de waarheid genoemd. Blauw zegt van, ik kijk naar de wereld en ik weet hoe het in elkaar zit. Het is echt het of denken, hè? Dus het is niet en, hè? Nee, dit is de waarheid. En zo zit het in elkaar, iedereen moet dat begrijpen, iedereen moet het behandelen en dan komt het helemaal goed. Elk waardesysteem is ook een reactie op een voorgaand waardesysteem. Dus een reactie op het rode waardesysteem, waar een beetje losbandigheid ontstond. Want mensen merken, als we zo doen, dan maken we elkaar kapot. Dan kunnen we niet vooruit gaan krijgen als we ons verder organiseren, als we ons aan regels houden. En als we gaan luisteren naar iemand die het net iets beter weet, dan kunnen we ook weer een stap in ontwikkeling maken. Dus elk waardesysteem zie je een stap maken. Fascinerend om in de geschiedenis te zien. Belangrijke historische gebeurtenissen, hoe dat dingen markeert en organisaties ontwikkelen. Het is een heel mooi boek over de Nederlandse geschiedenis en Spiral Dynamics, dat heet Nederlander doorbreken. Als je geïnteresseerd bent en in geschiedenis en in spiral, is dat zeer levenswaardig. Dan zie je wat er gebeurt er in Nederland. Kracht van de waarheid. Thema. Leven heeft betekenis en een bestemming. En die moeten we ook veiligstellen met elkaar. Dat doen we door ons te conformeren aan iets boven ons. Dit is de kleur van religies. Dit is de kleur van ideologieën. Dit is de kleur van de alles wat eindigt op isme. Dat is in de kern iets wat voorschrijft hoe het moet zijn en hoe het is. Zeker in deze tijden, een verhaal in Parijs ook misschien wel wat pijnlijk. Maar nogmaals, het is geen verhaal of iets goed of slecht is, maar het zit over hele diepe liggende overtuigingen dat je ergens aan moet houden. Dat is in essentie blauw. De uitwassen van blauw zien we helaas regelmatig weer terugkomen. Ook nog het uitwassen van rood, denk ik. Maar vooral uitwassen, het negatieve, het doorgeschoten blauw, zie je daar heel erg in terug. Dan kan je zeggen, die mensen zijn hartstikke gek. Alleen daar veranderen ze ook al niet door. Het is echt, het zijn basisveronderstellingen, basisovertuigingen. Opstaan dat organiseren. Nou, hoe kijk je naar de wereld? En wat zijn de drijfveren? Goed om te weten. Dus een onbetwistbaar geloof in één juiste weg, gehoorzaamheid, autoriteit. Dat is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? In blauw was het belangrijk om bij een groep te horen. Want als je niet bij een groep hoort, en daar zit een bepaalde angst onder. Realiseer je heel goed, blauwe waardesystemen hebben angst. Als je niet bij een groep hoort, val je buiten de boot. En in een wereld die dan ongeordend is, ja, waar moet je dan terecht? Denk misschien, als jullie zo heen kijken, verzuiling. Hebben jullie denk ik nog wel een beetje meegemaakt. Verzuiling is heel erg gedreven door het blauwe watersysteem. Zo hoort het. En je moet wel ergens bij horen. Hè? Je kan niet ergens niet bij horen. Dan heb je echt een probleem. En daarom moet je luisteren. Moet je luisteren naar de baas, moet je luisteren naar de dominee of wie dan ook. Dan ga je niet tegenin, of word je op je plek geweest. Eigenlijk een beetje hè, die hiërarchische organisatie, de hakjesstructuur, dat heeft, nogmaals, het is een artefact, dus het zou kunnen duiden op een blauw watersysteem. Vaak is dat niet zo. Ja? Laten we even kijken of ik iets essentieels vergeet. Nou, dat is een mooie. Vaak zie je bij Montecus of bij gangs, zie je dat behandel ik niet in het rode watersysteem. Dat is echt zo van, fuck you, wij zijn de baas. Mijn tijdshorizon is ongeveer 1,5 minuut. Dus als jij nu voor mij staat en je gaat niet aan de kant rijden over je heen. Oh, dat is vervelend, nu ben je plat. Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Dus de tijdshorizon is daar heel duidelijk. Het is gewoon van, ja, weet je, ik
Nee, belangrijk. Blauw is daar georganiseerd. Zeg, oké, als ik over je heen wil rijden, hebben we daar een protocol voor? Zou dat eventueel kunnen, zegt mijn baas, dat ik over je heen mag rijden? Nee, even om het onderscheid te maken. Dat zit, blauw, ik kan wel meer aan daardoor dan het rode wat ik nog wel wil kan. Maar, mooie vraag. Wat ik volgens mij niet gezegd had, wat wel even belangrijk is om te melden nog, is... Het grappige is, als je kijkt naar die opeenvolging van waardesystemen, dan zie je ook een oriëntatie dan wel meer op het collectieve, dan wel een oriëntatie op het individuele. Dat is een afwisseling, want elk zet zich vaak weer af tegen het voorgaande systeem. Dus het blauwe waardesysteem is in kern een heel collectief systeem. Hè? Dat heb je ook, je moet ergens bij horen. Dus het is belangrijker dat ik conformeer aan het geheel, dan dat ik doe wat ik belangrijk vind. Want het onderliggende waardesysteem rood wel heel erg geweest. Zelfrespectie. Gewoon doen. Blauw is collectief, kijk vooral naar het verleden, heeft veel met autoriteit, regels, procedures, ordening in de wereld, loyaal zijn aan de baas, 40 jaar een lintje krijgen, dat is blauw, verzuiling, etc. Nou, die dingen zie je erop terug, de blauwgedreven mens. Hartstikke handig, hè? Want vakmanschap bijvoorbeeld, de gilde en zo die in het zaak ontstaan, is vakmanschap belangrijk. Dus ik werk nu ook bij de ICT, ik heb bij het lachen. Als manager van een ICT-bedrijf waar ik graag gewoon iets met leiding geven aan consultants te doen. Het zijn ICT-consultants, maar het bedrijf is in de kern zo ongelooflijk blauw, dominant, waardesysteem georiënteerd. En dan zie je dat vakmanschap heel erg terugkomen van wij maken iets voor de klant. Ja, dat duurt dan even lang, maar het moet 100% perfect zijn. Dan weet je, ja, dat die markt vervolgens die aan alle kanten voorbij holt. Ja, maar anders kan het niet. Het moet goed zijn, het betrouwbare, het vakmanschap, daar moet ik naar geluisterd worden. Het zit heel sterk in de organisatie. Heel belangrijk. Ook heel veel deugden, hè? Zoals van weet je, zit dat goed in elkaar, we komen afspraken na, we houden ons aan planningen, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Zonder die orde structuur van blauw, wordt de rest ook een zootje. Dus het is niet zo van, we hebben een ander waardesysteem en flikkeren de rest weg. Nee, nogmaals, het gaat op in een ander systeem en voegt er iets op toe. Dus elk systeem, hoe wrang het soms ook klinkt, heeft absoluut in de kern zijn waarde. Blauw. Nou, en je ziet dat, ja, jullie kennen dat als geen ander. Ik hoorde al banken, maar ook zorginstellingen. Daar is natuurlijk ja, de laatste jaren veel met al die kwaliteitssystemen en zo. Hè, HKZ en weet ik allemaal. Bergen van die dingen, INK. Al die modellen zijn heel erg gebaseerd op protocollen, dingetjes invullen. Dat is heel erg vanuit de gedachte. Als we het werk maar structureren en ordenen, dan komt het vanzelf wel goed. Dat is de basisgedachte, dat is de drijfveer. Zo moet dat ook zijn. Ik al een beetje roept op de keerzijde, dus er zit angst in. Het is ook heel erg risicomijdend, dus als het echt spannend wordt, weet je, dan zegt blauw, ja, wat moeten we nu? Ik weet niet precies, waar ga je het ook niet? Die grijpt niet in. Moet het misschien maar overleggen, dat wordt een stroperig, dat duurt het lang. Het wordt bureaucratie, hè, dan gaat het niet meer snel. Ik heb eens een keer een interimklus gedaan bij een woningcorporatie, en dat vond ik zo mooi. Toen moest ik facturen tekenen, en die zaten in het rode mapje, ik vergeet het nooit, in het rode mapje. Ja, dus ik teken de factuur en die zei, oké, de factuur zegt, ja, en waar is het rode mapje? Ja, ik weet niet waar het rode mapje is. Je krijgt de grootste ruzies, hè, als je niet houdt aan dingen en het rode mapje de ordening. En het, nou grappig misschien niet, maar het frapperende daarvan wel, daar ontstaat bijna ruzie over. Blauw kan zich heel druk maken over kleine dingen en daarmee de grote dingen die echt gebeuren. De wereld om ons heen staat in de fik, maar wij gaan eerst even kijken of het wel de procedure past. Dat zijn de uitwassen van blauw. Maar voor jullie... Als informatiebeveiliging, als je een gezond blauwe organisatie hebt, heel simpel. Maak een duidelijk protocol, duidelijke afspraken, zorg dat de baas mee eens is. En weet je wat het mooiste is? Dat hebben ze nog wel in de boekhandel. Zo'n doos met inkt en zo'n groot stempel. Er zit zo'n stempel op. Als er een keurmerk op staat, ISO-NET, weet ik veel wat, blauw snoep ervan. Dan is het goed, dan zit de autoriteit op het werken. In gezond blauw werken, dat is een heerlijke wereld. Weet je, iedereen doet gewoon wat je zegt. Dat is in de kernblad. Helder? Ook wel herkenbaar, denk ik. Hè? Dus nogmaals, blauw zie je in alle organisaties. Dat moet ook. Dat moet ook. En dan zijn er mensen die zeggen dat collectieve systeem waar ik voor moet schikken naar alles. Hè? Weet je wel, naar wat de baas zegt en wat de regeltjes zijn. En dat ik als katholiek niet met een protestant meisje mag trouwen. En dan weet je, boah, ik wil zelfrespectie, ik wil vrijheid. Ik bepaal wat er gebeurt, weet je. En dan in de zin van, joh, er zijn allerlei opties mogelijk in de wereld. Hè? Er is niet één waarheid, er zijn meer waarheden. En ik kijk wat het beste voor mij is. Voel je het verschil? Ik kijk wat het beste voor mij is. Ik zie opties, voel je al, grotere vrijheidsgraad. Ik pin me niet op één ding vast, maar ik denk in opties, ik denk strategisch. Ik durf te kanten, hè, met vaste regels. Ik zeg tegen die baas, dat is fijn dat je dat zegt, maar we baseren dat nu op. Ik wil feiten zien, resultaten, waarom jij dat zegt. Daar ontstaat oranje.
Meer zelfreflectie, dus ook meer vrijheid. Heel belangrijk voorbeeld ervan, wat ik al zei, het is een heel dominant waardesysteem in onze cultuur. Je ziet dat terug, we noemen dat ook misschien wel de Mac-wereld, weet je. Meten is weten. Meten is weten is typisch oranje. Oranje is de kleur van de wetenschap, de industriële revolutie, de dingen die kunnen we bedenken. Er is niet zo gek in deze wereld, al is de natuur. Wij kunnen het beïnvloeden. Wij kunnen het maken. Sterk geloof vanuit het eigen drang tot zelfexpressie. Hartstikke goed. Dat is oranje in de kern. Dus als je zegt van oké, nu heb ik nog even een aantal regels voor jullie. Wil je daar even aan houden? Dan zegt oranje, dat weet ik nog niet. Dan zullen we daar eens even gaan kijken. We komen straks met wat tips. Want what's in it for me? Hè? Kan. Maar je kan het ook anders doen. Hoezo? Mag ik mijn laptop lezen en bij de buur zitten? Hè? Volgens mij is het juist heel goed, hè? Want de uitgang zit daar, dus jij zegt dat wel. Maar... Ik ben niet van overtuigd. Door wie maakt het dat wel? Wat zie je dat ook in terug? Nou, je ziet ook wat van die plaatjes, wetenschap, ook voor ja, staat als imago, die grote bakken, ja, hoort wel een beetje bij oranje. Bonuscultuur, gaaikultuur, als je weer kijkt naar de uitwassen, ja, ook het bankwezen. Nou, fantastisch voorbeeld van de prooi van Rijkman Groening, dat is zo zuiver oranje waardesysteem wat daar domineert. En ook vooral de uitwassen daarvan, hè, niet meer luisteren naar anderen. Oppervlakkigheid, focus op geld, niet meer luisteren naar anderen. Ook een cultuur, je kent dat, je ziet het vaak in sales team ook wel, waar het snel gaat. Maar als jij dan toevallig degene bent die net iets anders denkt of niet zo snel is, is het gevaar dat mensen afhaken, hè? Dat er veel burn-outs ontstaan. Dat is veel gedreven door, ik moet voldoen aan die oranje drijfveer. Nou, dan zie je het nog even terug. Ja, en het spelen, dat is mooi, hè? Oranje kleurt graag buiten de hokjes. Zo van, oké, dat is dus de grens, dan kijk even wat er buiten de grens van kan. Als ik dat interessant vind en als mij dat wat oplevert, voel me niet zo genegen om daar aan vast te houden. Slim, vlot gebed, je kent ze wel in organisaties, sarcastisch, een beetje cynisch, hè? Nou, vaak snel jongens en meisjes. Het spel spelen, dat is oranje in organisatie. Nou, het oranje heeft zijn keerzijde, hè? Kijk ook even naar die Macworld, weet je, oppervlakkigheid. Geluk komt niet alleen van geld, maar hoe zit het met onze innerlijke vrede, hoe zit het met onze spiritualiteit? Wat is eigenlijk echt belangrijk in deze wereld? We maken onderdeel uit van het geheel. Dus we kunnen niet de boel naar de kloten helpen. Dat is waar groen op komt. En nogmaals, die voegt weer wat toe aan het oranje. Hè? Die moet oranje kunnen. Oranje drijfveren van ik ben resultaatgericht, die kan je houden, maar je voegt er iets aan toe. Aan zorg. Aan het idee van we zijn gelijk, dus we luisteren naar elkaar, we nemen elkaar serieus. Dan gaan we weer verder. Dus groen dijt daar weer verder in uit. Nou, ik ken de babyboomers bijvoorbeeld, die zit dat terug in allerlei zorg voor milieu, in Greenpeace bijvoorbeeld, dat soort organisaties. Maar ook de Triodos Bank zie je in de missies, als je het hebt over beleden waren van Shine. Hè, als je dingen gaat lezen, dan zie je daar heel veel groene taal in staan. Volvoorten bijvoorbeeld ook, als je het hebt over organisaties, gebruikt heel veel groene taal. En nogmaals, dat is taal. Of ze werkelijk groen zijn, dat is dan nog even voor mij dat is consult de vraag, maar het is wel groene taal. Kun je het me voorstellen? Het hippie idee wat erachter zit. Consensus, heel belangrijk. We moeten het wel met elkaar eens zijn. Maar anders doen we het dus niet. Tja. Even zien. Wat heel belangrijk is van groen is, wat ik wel mooi vind, heeft een heel hoog empathisch vermogen. Oranje is super slim, kleur van de wetenschap. Groen voegt daar iets aan toe, is namelijk in levensvermogen. Maar dan oprecht in levensvermogen. Oranje kan zeggen, goh. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in je vertel eens, hoe gaat het thuis? Omdat ze denken, oh ja, hè, cadeautje van vooraf. Oh ja, Fred, ik heb gepland, ik weet het, oh, die is dan en dan jarig. Even de reminder aanzetten, remember the milk van, oké. Okay. Want dat moet ik wel doen, want dan zien ze ook dat ik de baard lijkt heel erg groen, gedrag. Maar is in feite zijn het oranje drijfveren. Een fantastisch voorbeeld vind ik zelf. Als je kijkt wat er in onze maatschappij gebeurt, als je kijkt, de taal die de overheid uitslaat, participatiemaatschappij, hè, nou, het over zorgen dingen, hè, want... We moeten uitgaan van de kracht van de mensen. Dat is supergroene taal. Hè? Participatie, eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht. Als je kijkt van wat zijn drijfveren erachter, zijn ze volgens mij nog steeds bijzonder blauw. Maar fuck, dit werkt niet meer, sorry, ik speel een mol. Het werkt niet meer, dus we moeten iets nieuws bedenken. We zijn ook al een beetje oranje, dus we kunnen hele mooie verhalen maken. Maar eigenlijk vanuit de drijfveren, ja, het moet toch allemaal wel lukken. Dus het moet efficiënter, et cetera. En dan brengen we de boodschap op die manier. Dus als je daar met groene interventies, stel dat je daar wat zo noemt, met groene interventies gaat werken, denk ik dat dat niet gaat werken, omdat de drijfveer op een ander niveau zit. Het is belangrijk om taal en gedrag te zien, maar ook te begrijpen wat de werkelijke drijfveer is.
Dus daarom zit, denk ik ook dat als maatschappij wat aan het worstelen zijn, maken we echt een stap naar een meer groen waardesysteem. En grappig is dat gebeurd, hè, door initiatieven vanuit de burgers, particuliere buurtzorg bijvoorbeeld, als we het hebben over. Daar is geen plan aan ter grondslag. Daar zit geen calculatiemodel achter, maar het gebeurt wel. En dat is typisch echt groen. Het ontstaat vanuit de mensen in gelijkheid met ideeën, wordt opgepakt, een stuk oranje erin, het resultaat gericht en er staat. Niemand is er precies mee bemoeid. Ja, maar even te duiden. Fijn samenwerken met groene mensen. Hè? Alleen de valkuil, maar misschien herken je hem ook al wel, het kan ook eindeloos scherp zijn. En conflicten, echt hadden conflicten in groen kunnen eigenlijk niet. Hè? Want groen heeft het niet zo op die blauwe waardesystemen die zeggen hoe het hoort. Want jij moet het toch ook inspraak kunnen hebben. Of over het oranje, wat alleen maar gaat over er is een winnaar en een verliezer. Nee, dus de valkuil is dat we met elkaar naar consensus blijven zoeken. Dat we maar blijven emmeren en dan niet opschieten. Dat we elkaar ook niet echt durven aan te spreken. Dat zijn de keerzijden van groen. Als je dit zo hoort tot nu toe, heb je voor jezelf een beetje een beeld. Als je kijkt ook naar de drijfveren van organisaties waar je werkt of waar je komt, kan je dan een beetje herkenning in krijgen van, goh, dat zou wel eens wat in die richting kunnen zitten. Of dat zou wel eens kenmerken van dat kunnen. Is dat wat herkenbaar? Ja, kan natuurlijk ook zo zijn dat bepaalde afdelingen van de organisatie als veren te brengen. Absoluut. Dus eigenlijk, nou, we zullen bij aansluiten van Peter, dat klopt. Sterker nog, dat zal zo zijn. Er is ook niet één cultuur of zo, dat is flauwekul. Het zijn sociale groepen van mensen die bepaald gedrag vertonen en die bepaalde drijfveren hebben. En soms is dat gelijk aan de afdeling, maar vaak zijn er ook andere vlekken en groepen eilanden van betekenis in de organisatie die een bepaald dominant waarde klopt. En thuis kan je ook beroep doen op andere waardesystemen dan bijvoorbeeld op je werk. Je kan op je werk echt een hele strever en een player zijn, weet je. En dat je thuis veel meer bijvoorbeeld vanuit groen, als je dat beheerst, werkt. Of vanuit het blauwe, het familiegevoel van wij hier binnen. Met een gezin als hoeksteen van de samenleving, op zo'n typische blauwe uitspraak. Dus ja, het is wel zo, maar dat is fundamenteel onderzoek, dat ongeveer 50% of meer dan 50% van een organisatie van een mens gecentreerd is in een waardesysteem. Dus hier geldt ook, er is wel een bepaald dominant waardesysteem wat het meeste drijft. Andere waardesystemen kunnen hier gedrag beïnvloeden, daarom is het soms ook wat lastig om echt bij drijfveren te komen achter. Dat is voor u minder belangrijk. Dan even wat, want volgens mij loopt het nu redelijk tegen de tijd aan. Even wat tips en tricks voor jullie, want dat is misschien wel handig. Even blauw. Blauw heeft ordening nodig, hè? Je weet, goed werken betekent bijvoorbeeld de normen, de baas vertelde het, risicobeleid, moralisme, suggesties. Waar zorg je voor, als je wil, dat, we stonden op dat het land, in een gezonde blauwe organisatie heb ik het over. Zorg dat je duidelijk en formeel bent in je richtlijnen en je protocollen. Schrijf het gewoon goed op, zet het in een mapje, nogmaals liefst met een stempel erop en zeg dit is zoals het werkt. Heel belangrijk voor blauw, doe wat je zegt. Wees zorgvuldig in het nakomen van je afspraak. Blauw is daar zeer gevoelig voor. Als je laat zien, een man, een woord, en zo ga ik met je om. Redelijk formeel, wel heel belangrijk. Daar kan je zelf wat aan doen, daar kan je zelf bewust van zijn. En zorg dat je aansluiting vindt bij de baas of de leidinggever. Dan wil een leidinggevende die wel die senioriteit heeft, omdat hij 3 titels heeft, of omdat hij 40 jaar ouder is, of wat voor dingen, want dat is wel belangrijk, hè? Dat status hebben, ook voor blauw wel. Op basis van persoonlijk gezag, maar zorg dat je daarbij aansluit. Als je dat doet in een gezond blauwe organisatie, dan ben ik er vrij van overtuigd dat het wel landt. Dat het wel goed komt. Hè? Ik ga het even af, snap je? Maar dat zijn wel belangrijke dingen waar je rekening mee kunt houden in je aanpak van zaken. Hoe doe je dat in oranje? Moet je dat niet doen? Want dat werkt niet. Oranje is wel te verleiden met cijfers. Dus als je zegt, uit diepgaand onderzoek van die en die professoren blijkt dat wanneer wij ons niet houden aan de informatiebeveiliging, de kosten het afgelopen jaar maar minstens wereldwijd met 13 miljard zijn gestegen omdat wij ons niet hebben gehouden aan de procedure. Ja, dat is wel wat geld. Dat is rapport, oké. Okay. Nou, begin blijf een beetje naar je te luisteren. Een beetje mijn aandacht. Dat is mooi, maar wat zit er dan voor mij in? Oranje is gewoon in essentie ook een calculerende kleur. Ik heb meer opties, dus waarom zou ik daar naar luisteren? Nou, als je zegt, bijvoorbeeld, weet je, het is belangrijk, komt in je beoordelingsgesprek terug bijvoorbeeld, en het hangt voor 30% hangt het je beoordeling daarvan af. Ik noem maar even wat. Dat je even duidelijk maakt op de persoon met het individueel waardesysteem, wat zit niet voor wie. En dat mag ook zijn dat het wat negatieve klanken heeft, maar als ze maar weten, oké, cijfers, het heeft betekenis voor mij zelf. En wat heel mooi is van oranje, is wel een beetje een kleur die wat makkelijk te paaien. Zeggen, maar weet je, ik vind dat zo'n slimme opmerking die je laatst maakt. En jij hebt volgens mij dat verstand van dat jij mij dus even helpt. Hoe we dat het beste zouden kunnen doen, hè, door een beroep op de kundigheid, hè, de status en de uitstraling van iemand. En dat persoonlijke contact.
Het blauwe zou zeggen, dat weet ik niet, want wat vindt mijn baas ervan? Oranje is daar gevoelig voor. Oranje waar is het gevoelig voor. Dus daar heb je aanknopingspunten. Dan hebben we nog groen. Als je wil dat groen iets gaat doen, of het groene waardesysteem, hè, als je aan die drijfveren wil appelleren, nogmaals, zijn ze heel bewust van die drijfveren, dan moet je echt in contact gaan. Groen verbindt hoofd en hart. Dus het is niet volstaat niet om even een praatje te maken bij de koffieautomaat, als je echt iets voor elkaar wil krijgen. Maar je moet echt contact maken. Je moet echt de persoon, want die mensen zijn empathisch, hoog empathisch vermogen. Je moet echt voelen van, hey, hij meent het serieus. Dat is een contact. Dan heb je al de helft gewonnen. Belangrijk in groen ook, je kan mensen ook aanspreken. Dat kunnen ze in principe, soms verwatert dat wat. Je kan mensen echt goed aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, ze begrijpen dat. Wel handig om dat eerst even in een groepsessietje met elkaar gedeeld te hebben van, joh, dit is wel de manier waarop we werken, hè, dus het moet wel even in de groep gedeeld zijn. Maar dan kan je mensen redelijk aanspreken. Je zult merken, groene waardesystemen daar wel gevoelig voor. Nogmaals, want die onderliggende waardesystemen kent hij ook wel. Dus die weet wel dat resultaatgerichtheid belangrijk is, maar komt er soms niet helemaal uit. En van consensus naar commitment, als het nu blijkt van, ja, wat moeten we nu met beleid, moet nu dit beleid zijn of dat beleid, en we vergaderen er nog over en we komen er niet uit. Hè? En dan zeggen we, nou, we gaan commitment creëren. Hoe doen we dat? Door hele mooie methoden als consent bijvoorbeeld. Dan zeggen we dat we zijn het er allemaal mee eens, na een paar rondes, als iemand geen zwaarwegende bezwaren heeft bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn methodieken. Nee, dan is het toch gedeeld in de groep, iedereen is gehoord, daar is aan voldaan, maar we nemen ook een beslissing. Dus we zeggen, nu stellen we het vast. En dan kan je mensen aanspreken als je dat in contact komt. Kom je met een groen waardesysteem heel goed uit. Ja? Nou, misschien even een sheetje om het even een beetje samen te vatten. En even kijken hoe het jullie allemaal is. Dat is allemaal als je één hand voor je ogen doet. Om jullie even wat woorden mee te geven van nou, wat is de aard, wat zijn de beslissingen, hoe is de communicatie, hoe is de structuur eruit, hoe zit de cultuur eruit. Dan zie je wel wat woorden terugkomen. Hè? Als je dat eens ook kan duiden. Wat zijn elementen van cultuur, van leiderschapstijl? Wat zijn kernkwaliteiten van een bepaald waardesysteem? Daarmee kan je zelf denk ik nog wat meer context eraan geven. Is dan geen hier een beetje een pubercultuur? Ja, weet je, ik ben altijd wat voorzichtig. Het is niet dat iets beter is dan wat anders. Hè. Het moet passen in een bepaalde omgeving. Stel dat je in het leger heel erg geel loopt te doen, dat werkt niet. Dat is gewoon blauw, omdat je gewoon beveel is beveel. Dat moet gewoon werken. Hè? Dus het moet passen bij de leefomstandigheden of bij de omstandigheden van de organisatie. Dus een ubercultuur in de zin van, het is beter niet. Ubercultuur wel in de zin van, het omvat de onderliggende waardesystemen. Dus kan veel meer complexiteit en vrijheidsgraden aan. Dus kan veel complexer denken. Situationeel leiderschap. Nou ja, de term zou je erop kunnen toepassen in de zin dat als jij weet van nou dat is mijn dominante waardesysteem, laten we even zeggen het groene waardesysteem, dan weet ik dat ik ook op een rode manier kan acteren, kan ik ook op een blauwe manier, en dan kan ik aanpassen, sterker nog, dan zal ik moeten aanpassen en iets voor elkaar krijgen, bij het waardesysteem en dus bij de drijfveren van mensen. In die zin is dat situatie wel uit. Met de bagage die je hebt en de kennis dat je weet van waar zit mijn waardesysteem. Waarom is er geen rood waardesysteem? Sorry? Is er wel? Nee, die staat hier niet in. Omdat in rood eigenlijk nog niet echt sprake is van organisatie. We hadden het net wel over die motorbendes en zo. Hè. Dat is op zich heeft dat wel een bepaalde organisatie, maar is heel erg vanuit weet je, het rest van de sterkste. Je ziet de rood in pure vorm ook niet in organisaties echt terug. Ja, nou, in dat soort organisaties, maar niet in het bedrijfsleven. Zeg maar. Wel de kwaliteit en drijfveren van rood. En wat ook een reden kan zijn trouwens, is dat de sheet gewoon in de sheet past. Ik heb er even een paar over. Maar dat is dus een interessante vraag. Dat weet ik zo ook niet. Kijk, als je zegt, er is heel veel procedure, als we vast liggen, dat denken we al, het blauwwatersysteem. Hoeft helemaal niet waar te zijn. Het kan zijn dat het oranje is, die zegt, ja, dat is wel leuk dat iemand er ooit bedacht heeft, maar ik hou er niet aan, dus er gebeurt niks mee. Het kan ook wel degelijk blauw zijn, maar dat mensen de verantwoordelijkheid niet meer pakken omdat ze lang geslagen zijn of angstig zijn of omdat de uitdagingen te groot worden, dat is wat ik in mijn werk heel veel zie. Dat is een soort negatieve uiting van blauw. Het is wel belangrijk om dat te weten, want dan kan je de goede interventies pakken en er wat mee doen. Dus ik kan het zo niet even drie beantwoorden, het is wel heel interessant te constateren. Maar dan gaat het verder. Is dat niet, Johan, is dat niet zo'n beetje waar op 18 september, daar was jij misschien niet bij, hebben wij ook een soort diagonale disconnect geconstateerd. Hè? Linksboven leeft blauw
met procedures en normen en voorschriften. En de blauwe wereld met alles is perfect in orde. En rechts beneden daar leeft de IT'er en die leeft in een... Nou, daar leeft hij in een rode, rood-groen of oranje-groene wereld. Dus je hebt in een organisatie dan twee werelden. Dan heb ik het erover gehad om bruggen tussen die twee te slaan. Wat voor bruggen zou jij zien? We hebben dat toen geprobeerd met modellen, met scenario's, om die twee bij elkaar te brengen. Want dat is een thema wat heel erg speelt, wat hij nu aanroept. Ja, maar het belangrijke is als je zegt van ik wil dat iets landt of dat iemand iets gaat doen wat ik misschien wel zou willen, is om te begrijpen waarom mensen bepaald gedrag vertonen. En nogmaals, het statement hier is, ik zeg niet dat het de waarheid is dat gedrag bepaald wordt door de drijfveren. Dus wil je echt fundamenteel het gedrag duurzaam veranderen, moet je bij die drijfveren aansluiten. En moet je dus dingen gaan doen die resoneren met die drijfveren. De blauwe mensen zeggen, oké, je hebt orde, structuur, er staat een stempel op, de basis ermee eens, dan ga ik het ook wel doen. Dan moet je een aanpak kiezen die past bij het meest dominante waardesysteem, anders gaat het niet werken, is even mijn stelling. Ja, de gemiddelde IT'er slaat niet echt aan een blauwe boodschap, hoor. Die heeft dan zoiets van, daar heb ik geen tijd voor. Maar goed, we hebben het er uitgebreid over gehad. Nog iemand anders een vraag? Hoe krijg je zo'n blauwe organisatie naar een gele, oranje of groen? Interessante vraag. Hoe verkleur je een organisatie van blauw naar geel? Als je zegt van, het zijn er een paar. Daar gaan we de volgende drie kwartier over hebben. De eerste opmerking is, volgens de theorie van Graves, kan je geen waardesysteem overslaan in je ontwikkeling. Dus je kan niet blauw naar geel brengen, maar je moet zorgen als blauw dominant is dat je die verworvenheden van een andere waardesysteem pakt. Dus in een organisatie ontwikkeltraject, een klote woord, maar goed, moet je zorgen dat je eerst naar oranje doorbeweegt naar groen en dan naar geel. Het kan zijn dat er veel gele elementen zitten, maar moet je zorgen dat je die andere kenmerken oppakt. Dus dat is het belangrijke, je kan niks overslaan. Ja, wat je in blauw naar oranje kan doen, wat trouwens een ontzettend lastig is, en waar heel veel organisaties mee kampen, omdat blauw heel erg gedreven wordt door angst. En weet je, als ik buiten de boord val, terwijl oranje juist hoog boven de maaiveld en persoonlijk gewin. Dus dat kan je doen door in blauw voorzichtig resultaatdoelstellingen op te nemen die door de baas geaccordeerd zijn. Zodat je een beetje dat resultaat denk erin bij. Dat je langzamerhand mensen wat meer vrijheid geeft, maar dan wel vrijheid geeft op een begeleidende manier. Dus beschrijven voor hoe jij meer vrijheid krijgt. Dus je gebruikt wel de stijl die ze gewend zijn, maar je gaat dingen oprekken. Nou, dat zijn, als je het voorzichtig wil doen, zijn dat manieren om blauw voorzichtig naar oranje te bewegen. Het kan ook zo zijn dat de omgeving en de concurrentie zo enorm is dat je zegt dat je gewoon confronteert en zegt dit werkt niet meer en complete chaos laat ontstaan en die chaos kijkt van misschien gooi ik de mensen uit, selecteer ik mensen in een ander waardesysteem. Dat is een shift in Rusland. Dat hebben ze in Rusland gedaan in 1990. We werden met Jeltsin een zooitje en toen kwam Poetin terug en die maakte het net op blauw. Ja, en veel rook. Politiek heeft veel rook, en zeker in die landbouw. Er is heel veel rook waardesysteem. Oké, okay. Nog vragen? Anders dan gaan we pauzeren. Als je kijkt naar de kleur van de organisatie, natuurlijk de som van alle leden, want het gaat om mensen. Ja. En die mensen die dragen eigenlijk hun eigen systeempje, maar dat is zwaar afhankelijk van de impulsen die je nog gaat op bij de context. Context en collega's. Klopt. Maar je hebt ook het verleden van de organisatie. Ja. Natuurlijk is het wortels, zoals dat is. Dat klopt, helemaal eens. Ja. Precies, dus als je daar gaat tornen. Om laten vallen dat alles explodeert en niemand meer weet, dan is de organisatie er ook nog op. Of je kan iemand samen verkopen, dat was weer jij beschreven met een maximaal wat er aan je in de vuur. Ja, dat is iets waar ik is. Ik heb volgens mij ook niet gezegd dat het eenvoudig was. Dat bedoel ik niet lullig, maar ik denk dat het gewoon waar is. Is het een doodpaard? Nee. Het is geen doodpaard, maar daar kom ik op mijn boodschap van 2 jaar geleden terug. Het oranje denken, de maakbaarheid dat wij de organisatiecultuur wel even zullen veranderen met het model, is typisch oranje gedachtegoed. En vanuit het meer groen denken, het inzicht van ja, weet je, dat doe je niet maar zo even. Het is niet dat jij niet wil, maar jij hebt ook, je moet wel begrijpen wat je drijft en daarmee aan de slag gaan als het meer groen denken. Ik geloof dat het zo zit. Dus ja, het is lastig. Nee, het is niet zomaar te doen. Ja, het is wel te doen. Maar het wil niet zeggen dat als ik interveneer met jou aan de slag ga, dat jij precies daaruit komt waar ik wil dat je uitkomt. Alleen er verandert wel wat, maar dat verandert er altijd al. Ja, dat is ja. Als je hoort dat organisatie zegt, ja. En de mensen die zeggen, gaan dat doen, maar die maakt zelf niet vaak, die zelf niet voor. Dat is soms doen, dan gaan ze er altijd in het oog. Absoluut zeker. Ook weer, nou, heb ik al gezegd, weet je, het volgende gedrag is ontzettend belangrijk, sterker nog, of niet sterker,
als leidinggevende wordt altijd gezegd, moet je een soort halfwaardesysteem voorlopen op de rest van je team. Want dan begrijp je namelijk de drijfveer, als het ideaal is, dan begrijp je de drijfveer ook. Als je echt een leider met een blauw waardesysteem zet in een groene omgeving, ja, weet je, dan kan je zo'n klein huis gaan, dan gaat niet werken. Nou, als ze hun best doen, dan zouden ze hem kunnen begrijpen. Dus zoals ik denk ik heel als groep duidelijk maken dat hij niet de geschikte persoon is en dan met alle EK's en netheid op schadige mensen niet een mooie regeling. Oh ja, en een rode baas die voelt dat natuurlijk helemaal niet. Ze reageert helemaal niet. Nee, heeft een plannen, ja, dat is leuk, maar nu doen we eerst dat. Hè, dat flops. De tijdshorizon neemt op toe, de complexiteit neemt naar. Oké, laatste vraag. Koen. Hoe verander je de drijfveren van mensen? Ik herhaal het even. Zelfs. Ja. Ja. Mensen kunnen veranderen. Sterker nog, de grondslag van dit model is dat je mensen ziet veranderen. Dus de verandering blijkbaar is. De vraag is meer, hoeveel invloed heb je daar zelf op? En dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Drijfveren veranderen kan volgens mij door te experimenteren met gedrag. Door vanuit die systemen mensen uitdagingen te geven. En te kijken, oké, hoe ga ik dan mijn gedrag vertonen? En dat in te laten slijten. Als cultuurgestold gedrag is, moet je het inschrijven. Daar heb ik een mooie methodiek voor. Aan de andere kant, wat je ook zou kunnen doen. Heel goed hoe je dat het best zou kunnen doen, maar Graves zegt, je schakelt op je waardesysteem omdat de leefomstandigheden veranderen. Nou, als je dat op een organisatie vertaalt, zou je kunnen zeggen, ik ga in de omgeving van de organisatie of van teams dingen zo anders doen, om te kijken of mensen van nature, want hebben zich gaan aanpassen, dat is een meer experimenteel model, misschien meer een geel, gebaseerd op een geel waardesysteem, maar dat zou je kunnen doen. Ik persoonlijk geloof dat je daar de meeste kans van slagen hebt, althans in de zin dat mensen, dat er beweging ontstaat. En welke kant die beweging opgaat, ja. Als oranje denken zou ik zeggen, ja, dat kan je vastleggen, maar ik geloof niet dat je dat kan vastleggen. We hebben een richting die zegt, je kan gedrag niet veranderen, je moet de context wijzen. Bijvoorbeeld. Dus de context wijzen, dat is het enige wat we wel kunnen vastpakken, gaan aan andere gedrag. Dus daar is ook een hele grote stammenstrijd over elkaar. Dus af en toe de boel goed opschudden. Nou nee, maar bedoel, als je de omstandigheden van de mensen weet, als je die wijzen, kijk, ik zie nou heel veel zelfsturende teams in de zorg ontstaan. Ja. Als je de management laagst, de plek waar ik zit is eigenlijk maar 140 mensen ontslagen. Er komen er 70 terug en die zitten op grote afstand van de werkvloer. Dan verander je de context. Ja. En mensen kunnen niet anders dan, precies, bijna dan het gedrag veranderen. Klopt. En dan gaan we het gedrag hebben, maar we hebben gewoon die context aangepast. Dat is tussen de bewoners die zelf iets gaan organiseren, dus ze zullen dat niet willen doen. Ja, de vraag is dan wel, komt er vrij als ik dit doe? Ja. En misschien komt er niks vrij, iets destructiefs, omdat mensen elkaar echt gaan een soort van grondoorlog in het team beginnen. Ja, en dat moet je durven, hè? Want dat moet je durven. Als ik heel blauw gedreven ben, dan doe ik dat nu, want dan staat chaos. Dat is ondenkbaar in blauw. Dus blauwe verandermannetjes, zou zo'n aanpak helemaal niet kunnen. Dat is een typische groen-gele aanpak. Maar er zijn bijvoorbeeld als Lee, die dit soort grond in het doel van via de ene kant, zeg maar, structuur. Ja. Dat is een mooi voorbeeldje om vanuit een blauwe gedachtegoed wat meer de link naar oranje te maken. En zo kan je erover nadenken. Dus wat je kan doen, wat ik 2 jaar geleden zei, je kan jezelf managen, weten wie je bent en wat je doet. En je kan je interventies managen door slim na te denken. Dan heb je je bagage. Kan je onder andere dit of dat of wat dan ook voor gebruiken. Vind ik een mooi voorbeeld. En misschien kan ik afsluiten iets vertellen wat ik van professor Thijs Homan heb meegekregen. Oh ja, prachtig man. Die prachtig, 70% van de trajecten mislukt en 30% lukt maar. En die praat ook in kleuren, maar dan heb je het weer over de KGW, dus dat is al een beetje verwarrend. Maar die zegt, waarom 70% mislukt en 30% lukt? Als we zeggen veranderen is top-down, is blauw, en is vooral een project, mislukt die. Veranderen is groen, want is leren, en dan hebben we wel de kleur van de KGW, is bottom-up, en is een proces. En nou, dat is Matthijs Homan, en die is heel leeg ook bezig geweest met daar naar te kijken. Dus, en dat heb ik heel erg goed onderhouden, hè, want ik kom weer op plekken, daar is het top-down, daar is het een project, het is te belang, het gaat mislukken. En het moet groen doen, bottom-up, het is een proces. Ja, dat vond ik heel waardevol. Dat wordt wel een grote kleurenbal en zo. Zoveel bal met kleuren. Dank jullie wel voor jullie aandacht. We hebben een. Dankjewel, Adrie, voor je.